Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn favoriete producten van jullie laten zien. Ik heb het mandje erbij gepakt en hij zit redelijk vol. Ik ben zelf een beetje verbaasd eigenlijk. Maar ik ben ook alweer benieuwd wat er allemaal in zit, want ik weet het ook niet meer heel precies. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik dus van jullie gewoon heel erg fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb allereerst een poeder van het Kruidvat en dit is de Even Skin Prime and Finish Translucent Matte Powder. En die ziet er dus zo uit. Het is dus een poeder die mat is en daardoor eigenlijk voor elke huidskleur heel geschikt is, omdat je hem toch niet terugziet. Deze poeder kun je gebruiken om je gezicht te primen, dus stel dat je geen fan bent van het gebruik van foundation en concealer. Kun je hem aanbrengen om je gezicht even goed te matteren, maar dus ook om je gezicht af te poederen als je die producten wel gebruikt. Hij ziet er zo uit en hij ruikt echt heel lekker. Hij heeft een hele frisse geur. Er zit ook druivenpitolie in verwerkt, dus hij verzorgt ook je gezicht tegelijk. Hij belooft ook wat fijne lijntjes en zo om de poriën te verminderen. Ik weet niet helemaal of hij dat doet. Ik heb hem hier geswatcht, maar je ziet hem niet heel goed. Omdat hij dus inderdaad mat is of transparant. Maar hij liet mijn make-up wel heel goed zitten. En ik zag echt heel duidelijk het verschil toen ik mijn gezicht niet had afgepoederd en wel had afgepoederd. Omdat mijn gezicht er echt heel mooi mat uitzag. Dus dat vind ik echt een hele fijne poeder. En echt ook wel heel erg fijn met de verzorgende ingrediënten die erin zitten. Dan heb ik van B. Of BAE, hoe je het ook uitspreekt. Het staat voor Before Anything Else. Een Shake-Up Skin Tint. En deze kun je kopen bij de HEMA. Ik heb deze gekocht toen echt voor een euro. Zo te lachen in zo'n uitverkoopbak. En het is dus eigenlijk een hele lichte foundation. Althans, hij is licht gewicht. En wat ik zelf heel erg fijn vind, je voelt hem bijna niet op de huid zitten. En ik vind hem daardoor ook heel fijn met de warme dagen. Ik heb hem in de kleur 01 Natural Tan. En hij komt dus in een flesje. Dat is misschien niet het handigste, want ik heb zelf altijd wel liever een pompje. Want wat krijg je nu? Er zit dus gewoon zo'n openingetje in waar het product uitkomt. En hier komt vaak toch wel wat te veel uit. Ik ga hem heel voorzichtig eventjes swatchen, zodat ik niet te veel aanbrengen, want ik vind het altijd zo zonde dat je dan heel veel poeder of heel veel producten verspilt, terwijl er eigenlijk ik er nu niks mee doe. Ik heb hem hier geswatcht. Ik zal hem even insmeren. En hij dekte mijn gezicht echt best wel goed. Hij liet echt mijn gezicht er goed uitzien. Eigenlijk vond ik hem niet om te doen voor de foundation die ik eigenlijk normaal gesproken gebruik. En inderdaad, omdat hij licht gewicht is, is hij gewoon heel erg fijn ook voor de warmere dagen. Ik heb hem ook gebruikt op de dagen dat het wat warmer was. En je voelt hem bijna niet zitten. Dus echt een hele fijne foundation. En ik had zelf nog nooit wat geprobeerd van dit merk. Maar omdat hij toen zo goedkoop was, toen dacht ik, nou, dat is wel leuk om een keer dan te proberen ook. Dan heb ik van Catrice de Cozy Earth Eyeshadow Palette. En dat is deze. Dit is zo'n oogschaduwpalette met 8 kleuren erin. En deze hebben dus eigenlijk een beetje earth kleuren. En ik vind hem zelf wel heel erg mooi. Kijk, dit zijn de kleuren die erin zitten. Ook wat groen tinten, wat bruin rood tinten en goud. Dus ja, ik vond het zelf wel heel erg leuk. Ik zal eventjes de pigmentatie laten zien. Ik raak een beetje afgeleid. Er vliegt hier een vlieg rond en daar kan ik niet zo goed tegen. Maar goed, we gaan gewoon door. Kijk, dan is dit de pigmentatie van het palet. Zoals je kan zien is het echt goed gepigmenteerd. Er zitten shimmerkleuren in, maar er zitten ook matte kleuren in. Dus het is wel een palette met variatie. De kleuren zijn mooi op te bouwen en ook heel goed in te blenden. En dat vind ik zelf altijd wel belangrijk, want dat zeg ik altijd wel. Blenden is het codewoord bij het maken van een ooglook. En dat doet hij echt heel erg goed en ik vind de kleuren gewoon echt heel erg leuk. Ik heb al veel vaker paletten van Catrice geprobeerd, maar ook deze vind ik echt weer super fijn. En ik vind de kleuren ook mooi met elkaar matchen.
Dan heb ik van Essence uit de Mickey collectie de False Lashes mascara. En dat is deze met Minnie Mouse erop. Deze mascara heeft jarenlang in het vaste assortiment gezeten. Ze hebben hem helaas op een gegeven moment vervangen door een andere mascara. Maar gelukkig komt deze mascara nog redelijk vaak terug met een trendeditie. En daar ben ik wel blij om. Het is een borsteltje die een beetje gebogen is. Het is ook een borsteltje waar ik van hou. En ik vond echt dat hij mijn wimpers goed deed. Mijn wimpers werden er mooi zwart van. Ze kregen ook echt volume en ook wel een lichte krul. Ik zal nooit hele krullende wimpers krijgen omdat ze niet heel erg lang zijn. Maar ik kreeg ook echt wel volume van de mascara. En dat vind ik gewoon heel erg fijn. Dat is toch wel vaak waar ik naar zoek in een mascara. En 9 van de 10 keer valt het bij mij toch een beetje tegen met de mascara's die ik probeer. Maar deze deed het wel echt super goed. Dus dat is echt super fijn. Is volgens mij online nog steeds te koop. In de winkel niet meer. Dan heb ik van Catrice de Cheek Affair blush en highlighter palettes. En ik heb ze in 2 kleuren. Deze. Ik heb hier allereerst de 020 End of Friend Zone. En het is dus gewoon een palette die 2 producten in 1 heeft. Wat altijd heel erg fijn is. Misschien ook in de vakantieperiode zijn dit soort paletjes gewoon handig om mee te nemen. Mocht je dat mee willen nemen natuurlijk. Dan is dit hoe het eruit ziet. Mooie reliefjes in de poeder waar ik zelf wel heel erg blij van word. En dan zal ik hem eventjes swatchen. Die ziet er dan zo uit, deze. Maar hij is heel goed op te bouwen. De highlighter lijkt wat aan de lichte kant. Hij heeft er weinig zin in om het echt scherp te stellen. Je ziet hem wel heel erg mooi terugkomen. En daar werd ik heel erg blij van. En de andere kleur die ik heb, dat is de 010 Love at First Swipe. En dat is deze. Het is net een wat lichtere variant. Verder is hij eigenlijk gewoon op de kleuren na dat hij anders is hetzelfde. Ook met die reliefjes erin, zoals je kunt zien. Maar deze heeft dan net wat lichtere kleuren. En daardoor vind ik het leuk dat er voor iedereen wel wat wils is, zoals wat je mooi vindt. Kijk, deze highlighter springt er weer wat meer uit. En de blush is ietsje zachter. Kom op. Maar evengoed wel heel erg mooi om te zien. Het zag er mooi uit op mijn gezicht. Ook deze zag er dan net iets natuurlijker uit. Die lichtere. Maar de highlighter sprong eruit. En hier sprong de blush er meer uit. Maar ik vind wel hele mooie en fijne paletjes deze ook. Ik probeer een beetje variatie aan te brengen. Maar ik merk toch altijd dat er wel veel van dezelfde merken in zitten. Dan heb ik 3 clay sticks. En dit zijn eigenlijk... Zo, alles rolt eruit jongens. Echt heel handig dit. Dit zijn 3 stickjes. En het zijn maskers. En die zijn, heb ik bij de Action gekocht. Ik heb hier allereerst de zwarte variant. Dit is de Charcoal. Deze zijn heel makkelijk aan te brengen. Omdat ze dus een stickvorm hebben. Je brengt hem aan op je gezicht. Je laat hem 15 tot 20 minuten inwerken. En daarna kun je het afspoelen. Ik vind het zelf dan fijn om dit gewoon onder de douche af te spoelen. Maar het heeft dus gewoon inderdaad zo'n stickvorm. Dus dit is even de Charcoal variant. Die is heel erg donker. Ik schrok er een klein beetje van toen ik hem aanbracht. Maar dat is logisch. Dit is hem. Zal ik hem even swatchen? Kijk, hij is grijs. Zo ziet hij er dan uit. Ze ruiken wel heel lekker, moet ik zeggen. Dat vind ik echt super fijn. En ik vind het gewoon heel fijn, want het droogt best wel snel. En waardoor het ook echt heel fijn aanvoelt op je gezicht. Dus dat was de charcoal variant. Dan heb ik hier de chamomile variant. En deze maakt de huid weer heel zacht. Niet genoemd wat deze zou doen. De charcoal variant die helpt de huid te normaliseren voor een zacht effect. Eigenlijk is die Charmel variant precies hetzelfde. Ook gewoon een claystick. Hij ruikt ook precies hetzelfde. Deze is dan geel van kleur. En die zie je ook veel minder op je gezicht. Je ziet nu met de swatch een lichtgele gloed.
Maar op je gezicht valt dat nog wel mee. Dat zie je eigenlijk niet heel goed terug. En de laatste die ik daar net had, is de Camellia variant. Deze die reinigt de huid en absorbeert ook olie. Dus dat is ook wel fijn. Ze hadden ook een roze variant, maar die had ik al een keer geprobeerd. Dus dat was de rose water. Stick is verder hetzelfde. Voor de mensen die willen weten hoeveel zit er nou in zo'n stick. 30 gram. Dus je doet er best wel lang mee. En die is dan groen. En heeft ook weer die lekkere frisse geur. Ja, deze zie je iets minder. Je ziet een lichtgroene gloed voorbij komen. Maar het is niet dat je die heel duidelijk ziet. Maar echt hele fijne maskers. Dus zeker de moeite waard. Ze zijn helemaal niet zo duur bij de Action te koop. En ze zijn echt heel verfrissend voor de huid, vind ik zelf. Dus ik werd er heel erg blij van. Ja, dan gaan we even door met deze collectie. Want Catrice die had een limited editie, namelijk de Generation Joy collectie. En ik heb daar allereerst het oogschaduwpaletten van. Ik heb hier een uitgebreide video over opgenomen, die de naam heeft C01 Show It Off. Het is een heel mooi palette met een mooie binnenkant met prachtige kleuren erin. Ik vond het palet er echt heel erg mooi. De kleuren blenden mooi uit. Je kon er best wel wat verschillende kanten mee op. Kleuren zijn ook op te bouwen. Dit is dan de swatch. Dus het zag er echt fantastisch uit. Dus daar werd ik echt super blij van. Dus dat was echt wel een top palette. Ook uit die collectie heb ik dan twee blush lighter sticks. In deze varianten. Ik heb allereerst de kleur, als ik dat nog weer kan lezen. Nou, ik weet niet meer waar dat stond, jongens. C01 Flush of Joy, dat is dan deze. En het is dus zo'n product die twee kanten heeft. Kijk, de ene kant is een highlighter en de andere kant een blush. Dus ik zal ze nog even zometeen naast elkaar swatchen, zodat je even een idee hebt hoe dat er dan uitziet. Dat heb ik natuurlijk al gedaan, ook uitgebreid in de video. En er is dan ook deze variant van, die ik ook heel mooi vond. En dit is de C02 Make Me Blush. En die is iets donkerder van kleur. Maar het blendt allemaal heel erg lekker makkelijk en goed in. En dat is wel fijn, want je hebt soms van die producten die dus echt totaal niet blenden. Hij heeft er een beetje moeite mee nu met het aanbrengen op mijn hand. Maar het is ook zo warm dat het bijna niet te doen is. Dit zijn dan de swatches. En ja, ik werd wel heel erg blij van de sticks. Ik vond ze er mooi uitzien. Dus ja, dat was gewoon eigenlijk helemaal goed. Dan had ik ook de Magic Skin Perfector. En dat is deze. Die gaf je huid gewoon een heel glad resultaat, zeg maar. Dat er echt wel heel goed uitzag. Dit is de C01 Embrace Yourself, als het goed is. En dit is dus gewoon zo'n perfector. Ik zal hem nog even swatchen. En hij heeft ook een lichte kleur. Maar ja, waardoor hij eigenlijk een heel erg mooi effect geeft. Kijk. Dit is hem. Kijk. En het lijkt nu heel donker, maar op de huid past hij zich eigenlijk best wel aan. Bij mij was dat wel het geval. Ik zag hem daardoor wel goed terugkomen. Dan waren er ook drie lipsticks in de collectie. Ik heb allereerst deze kleur in de C01 True Tangerine. Hele fijne, mooie lipsticks. Met een huls die magnetisch is. Dan is dit de kleur, een oranje kleur. Ik zal ze gewoon even naast elkaar swatchen. Fijne lipsticks ook. Dan hebben we de C02 Real Rosewood. Ook een hele mooie. Ja, het waren echt fijne lipsticks die ik echt heel mooi vind. En de C03 Bold Berry. En die zag er dan zo uit. En dan zijn dit de swatches. Zagen er ook weer echt
perfect uit. En daarbij waren ook drie bijpassende lipliners. Ook in die kleuren True Tangerine. Deze dus. Ik zal hem even laten zien. Het is een hele smooth eyeliner. Of lipliner, sorry. Het is een hele smooth lipliner die er echt heel erg goed uitziet. Je moet hem wel zelf slijpen, maar hij glijdt echt over de lippen heen. Dus dat is echt top. Dan is dit de C02 Real Rosewood. En ze passen echt perfect bij de lipsticks. En dan hebben we de C03 Bold Berry. En dan zijn dit de swatches daarvan. Ze waren echt perfect. Ik werd er heel erg blij van. Dan heb ik van Essence een Juicy Bomb lipgloss. Dit was eigenlijk een limited editie. Want deze heeft dus een pineappeltje aan de onderkant. En deze kun je er dus afhalen. Het is mij nog niet gelukt. Maar die kun je daardoor op elke andere Juicy Bomb lipgloss doen. Dit is dus ook de Shiny Lip Gloss in Pineapple. Hij heeft ook de naam 001 Pineapple Paradise. Het is een hele mooie lipgloss met een heel licht shimmertje erin. Hij ruikt ook echt heel lekker, heel zomers. Ik zal hem even swatchen. Hij ruikt echt fantastisch. Je ziet hem eigenlijk niet echt, maar er zat een kleine shimmer in waardoor hij er heel mooi uitzag. Ik heb hem hier aangebracht, maar zoals je ziet, hij lijkt dus heel transparant, maar echt als je hem op je lippen hebt, ziet hij er heel mooi uit en hij ruikt echt super lekker. En ik vind dat pineappeltje wel echt een heel erg leuk extraatje, moet ik zeggen. Even kijken hoor. Dan heb ik van Catrice het Coral Lights Blush en Highlighter Palette en dat is deze. Heeft de naam 010 Soft Coral gekregen. En er zitten dus 6 draagbare tinten in, want je krijgt 2 kleuren highlighter en 4 kleuren blush. Zo ziet hij eruit en die kleuren die matchen heel erg mooi bij elkaar. Je hebt dus blushjes die wat lichter zijn, voor als je daarvan houdt, maar ook een paar donkerdere tinten. De highlighters zijn ook heel mooi en ik ga even wat opnemen voor het swatchje, zodat je een idee hebt hoe dat eruit ziet. Maar ik was er wel heel erg van over... heel erg over te spreken. Kijk, ziet er heel erg goed uit. Het blendt mooi in, brengt goed aan. Het is hele fijne textuur, dus ik werd er echt wel heel erg blij van wat dat betreft. Echt een heel erg fijn palette die, waar je echt leuke looks mee kunt maken. Dus echt een heel mooi pareltje om te zien. Dan heb ik van de Mickey & Friends collectie nog 2 lippenbalsems van Essence. En dat zijn deze 2. Ze hebben vast naam gekregen. Ik zie ze zo eventjes niet staan. Het is allemaal erg klein. Mochten ze naam hebben gehad, zal ik ze even in beeld neerzetten. Maar ik heb in ieder geval deze roze variant. En het is dus gewoon een lippenbalsem die ook licht getint is. En het leuke aan deze is dat hij dus een Mickey... afbeeldingetje erin heeft staan. Ze ruiken heel erg fruitig en lekker en ze hebben dus inderdaad een lichte tint, maar ze voelen heel erg fijn aan op de lippen. En dan heb ik ook de rode variant. En eigenlijk is dat hetzelfde verhaal, dat leuke Mickey logootje erin. En ook voelt die heel fijn aan. Ze hebben deze ook standaard in het assortiment gehad. Hè. Dat waren dan de andere varianten. Gewoon met zo'n hartje erin. Ik weet niet meer precies hoe die heette. Dus zal ik de naam ook even van die beeld neerzetten. Want dat weet ik niet meer precies. Maar dit waren dan limited edities. En dit zijn dan de swatches. Maar wel hele fijne lippenbalsems die mijn lippen zacht maken. En ik vind het ook wel fijne producten als je echt zere lippen hebt. En je wil een kleurtje of dat je zo'n lippenbalsem die getint is kunt gebruiken. Dan heb ik eigenlijk alleen nog maar producten van Essence helaas. Maar ik vind het leuk normaal gesproken om te variëren. Maar dat is nu niet helemaal gelukt. Want ik ben er bijna doorheen.
Ik heb wat spullen uit de It's Bubblegum Fun Collection. Ik heb hier allereerst het Overnight Jelly Lip Mask. Een heel erg leuk masker. Met de naam 01 Gummilicious. En hij ziet er zo uit. Ik hoef hem niet te swatchen, want dat ga je niet zien. Hij ruikt zo lekker naar bubblegum. Dat brengt je echt terug naar je jeugd. Ruikt echt super lekker. Echt een heel fijn, fijn lipmasker. Ik moet wel zeggen, ik vind hem een beetje stroef om uit het potje te krijgen. Maar hij maakte mijn lippen wel heel erg lekker zacht. Dus dat is deze. Ook de blush die vond ik heel erg mooi. Dat is de Bouncy Blush. Dat is deze. Met de naam 01 Make My Heart Bubble. Volgens mij rookt deze niet. Nee, deze heeft geen geur, maar ziet er wel heel mooi uit. En is ook wat donkerder van kleur. Maar op het gezicht ziet hij er wel heel mooi uit, omdat je hem goed in kunt blenden. En dat is wel heel erg fijn. Ook heb ik de Lip Oil Roll On. Dit is dus een lipolie die je op je lippen kunt rollen, wat ik echt heel fijn vind. Met de naam 01 Zo Bubble Yum. En deze heeft ook niet echt een geur, maar dit is dan die roller, zeg maar, waarmee je het op je lippen rolt. Ik heb hem even aangebracht, maar dat zie je niet, want het is transparant. Maar hij is wel echt heel erg lekker, want hij voelt echt heel fijn aan en maakt mijn lippen heel erg zacht. Dan heb ik als laatste uit die collectie nog de Shiny Lip Gloss. En dat is deze, met de naam 01 Bubblegum Babes. En het is heel leuk, want die heeft een hangertje waardoor je hem dus aan je sleutelbos of aan je tas zou kunnen hangen. Ik zou het zelf niet doen, want ik stop hem in mijn stash. Deze heeft dan ook weer wel die bubblegum geur. Ziet er zo uit. Hij is wel transparant. Ik had het zelf wel leuker gevonden als hij een beetje roze was geweest. Maar dat is hij niet. Hij is transparant en dat is niet erg, want het ziet er wel mooi uit. Ik had het zelf wel leuker gevonden als hij een kleurtje had. Maar ik vind het ook wel leuk. Ik heb nog zwart, maar je ziet hem bijna niet hier. Ik vind het ook wel leuk om hem dan bijvoorbeeld gewoon over een lipstick heen aan te brengen. Dus dat waren die producten. Het laatste wat ik dan heb, dat is het Welcome to Marrakesh oogschaduwpalette van Essence. En dat is deze. Die heeft dan ook weer zo'n QR-code. En die kun je dan scannen. En dat zal ik wel eventjes doen. Nu werkt het niet meer. Eerder bij deze paletten, als je dan zo'n QR-code scande, dan kreeg je zeg maar een achtergrond waarmee je een soort van foto kon creëren. Kreeg je een filtertje bijvoorbeeld voor je Instagram. Dat was wel grappig, maar hij doet het nu bij deze niet. Want ik word gewoon gelijk naar de pagina van Essence. Het is een oogschaduwpalette met 12 matte en metallic kleuren erin. En er zit ook een spiegeltje in. Het loopt mooi door. En dan heb je in een paar kleuren zit een afbeelding verwerkt. Ik zie hier bijvoorbeeld een lamaatje en een soort van bloempje. Dit is dan de kleuropbouw. Ik vind het zelf leuke kleuren. Je moet ervan houden. Ik vind het een heel mooi palette. Je kunt er mooie looks mee maken. Ik vind de kleuren ook mooi eruit zien. Je kunt ze mooi opbouwen. En er zit echt een goede pigmentatie in. Dat vind ik zelf altijd heel belangrijk. Kijk, dit is de pigmentatie. Die lichte kleur valt een klein beetje weg, maar die kun je heel mooi opbouwen. Want ik heb daar zelf echt een hele mooie look mee gemaakt. Dus ik vind het echt wel een heel erg leuk palette. Waar je echt wel mooie looks mee kunt creëren. En ik vind de kleuren ook gewoon heel erg mooi. Ik hou wel van dit soort palettes, dus ook deze vind ik heel fijn. Dan waren dit mijn favoriete producten van jullie. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd. Of dat je naar aanleiding van deze video denkt, ik zou er nog wel wat van willen proberen. Laat het zeker eventjes weten in de comments. Sommige producten die waren een limited editie, die zijn misschien online nog te koop. Maar in de winkel waarschijnlijk niet meer. Of ze liggen in een uitverkoopbak. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen.
Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!